Nu we in de vorige video alle speelgoedjes hebben uitgetest, is het tijd voor de snacktest. Hier hebben we nog een keer de Marrows van Treats. Echte kerstkoekjes voor je hond. En deze Christmas Lunch Bites van Denzel. Zodat je ook een kerstlunch voor je hond hebt natuurlijk. En deze Carnival eendenpootjes. Ik denk dat Woezel die wel lekker vindt. Dit zijn de Small Macarons van Treats. Oh, wat komt er nou weer voorbij, jongens? Deze macarons dus. Als jij dan een lekker kerstdessert eet, dan kun je hond ook gewoon een macaron geven. Dan hebben we deze nog van Bo en Belle, de Mobility Max. Dat is speciaal voor de gewrichten. Oh, en deze is favoriet voor Woes. Verder hebben we nog van de Dog Cuisine, de Skin and Fur. Testfase! Ja, alleen het zakje al was verleidelijk voor Woezel. En laten we het even proeven. Ja hoor, kerstlunch is geslaagd. Even kijken hoor, deze zijn voor de vacht van de Dog Cuisine. En ook deze vindt hij heerlijk. En alles wat we nu uittesten is natuurlijk graanvrij. Vervolgens deze healthy snacks voor je gewrichten. Van je hond natuurlijk. Dat ging ik natuurlijk even fancy aan Woezel geven. Uh-oh. Ja. Gelukkig bestaat er geen betere stofzuiger dan Woezel. Ze zijn dus lekker. En dan gaan we naar de eendenpootjes. En ik was heel benieuwd naar het eendennekken fiasco. Maar die pootjes, ja, die waren geslaagd. Lekkere koude snacks waar ze even mee bezig zijn. En dan de lievelings uit de box voor Woezel, want hier zat hij de hele tijd op te azen. Dit is een rendier van dat, ja, soort van tandenborsteltjespul. Het is dus ook een koude snack. Nou, en dat ging er toch in, jongens. Echt, het was echt, in één keer heeft hij dit gewoon opgegeten. En dit was eigenlijk alweer de laatste video van deze superleuke box. Ik denk dat Woezel het erg jammer vindt dat hij nu leeg is.